Dit hebben we gekozen voor een geklede regenjas. Er zit een klein beetje glans in en ik heb hem hier op twee manieren gecombineerd. Mijn eerste dame, vrij sober en dit zit meer in de zomer. Mooi wit blouseje van de sportcollectie, lange mouw. En dan hebben we dat paperback broekje weer genomen, die dat gedicht knoopt met een strikje. En dat vind ik wel heel tof van stijl. Wat ik hier ook zou durven doen, is bijvoorbeeld zo een knalkleur van tas daarbij doen. Want dat mag echt wel bij een sobere look. Zeg je van, oh nee, dat vind ik veel te blits. Dan kun je ook perfect contrasterend met zwart doen. En dan kun je bijvoorbeeld die outfit ook een beetje pimpen. Met zo'n leuk sjaaltje erbij. En dan brengt het daar ook wat contrast in. Als je dan wat donkerder van haar hebt, is dat wel heel mooi dat je zo'n element gaat toevoegen. Onze volgende outfit heb ik dan gekozen bewust voor een rok om te laten zien. Want dat is dikwijls de vraag hier in de winkel. Kan een lange jas op een rok? Ja, dat kan. Ik zou wel niet een lange jurk, dat vind ik dan moeilijker. Dit is al een vrij lange rok. Even dat je het kunt zien. Zo. Dat kan dus wel. Deze outfit is nog ietsje winterser. Blouseje met een transparant mouwke, hoge tailrok, een klein beetje een A-lijn. Ook gekozen voor het donkere, want ik hoor nu ook nog wel dikwijls van die gele broek of die roze broek, ik ga dat nu nog niet aandoen. Dan kun je op die manier beginnen en dan is het wel heel tof om dat met zo'n eyecatcher af te werken. Om dan toch op die manier uw outfit weer wat meer te geven.